voorgestelde verhogingen van de tarieven voor aanvraag en verlenging van vuurwapenvergunningen heeft enerzijds als doel meer inkomsten voor de overheid te genereren. Anderzijds dient het om vuurwapenbezit te ontmoedigen. Dit gaf NDP-parlementariër Amzat Abdul vandaag aan in de Nationale Assemblée bij de behandeling van het wetsontwerp Wijziging Vuurwapenwet. De verhoging houdt onder meer in dat voor de aanvraag van een vuurwapen 2400 SRD neergeteld gaat moeten worden en van een jachtgeweer 2000 SRD. De hoogte van de bedragen heeft voor ophef gezorgd in de gemeenschap en de Nationale Assemblée. Abdul zegt dat onder meer jachtgeweren vaak worden aangeschaft voor andere doeleinden. Ontmoedigt men? Aan de andere kant zorgt men dat de overheidsinkomsten vergroot worden namens middels de bedragen die zijn voorgesteld. Natuurlijk geef ik u gelijk wanneer u hier zegt van dat er veel andere zaken zijn om te zorgen voor een veilige samenleving dan zoals hier voorgesteld. En ik ben geen voorstander van bewapenen van de samenleving. Ik ben voorstander van het investeren in onderwijs. Ik ben voorstander in het voorlichten van de samenleving. Ik ben voorstander van een andere methoden die gebruikt kunnen worden om de veiligheid van de burger te garanderen. Ik ben voorstander van het zichtbaarder maken van de politie. Ik ben voorstander van een betere samenwerking tussen de leger en de politie om het veiligheidsgevoel verder te doen toenemen. Het zijn allemaal andere manieren, toch? En het bewapenen van de samenleving zoals hier gepleit is, om de ondernemers te bewapenen of een vergunning te geven, om die, voorzitter, daarvan ben ik geen voorstander. En dat is mijn duidelijke standpunt. Verder geeft Abdul aan dat er gewerkt moet worden aan de controlemechanismen om de veiligheid van de burgers te waarborgen. ABO-parlementariër Edward Belfort vindt de bedragen te hoog en wil dat die worden aangepast in het wetsvoorstel. De geachte spreker, voorzitter, maakt het van kwaad tot erger. Als zijn familie, zeg maar, geld heeft, dan moet hij daarmee leren omgaan en de mensen omscholen om geen sterke drang mee te nemen naar het achterland met doxen en zo. Maar ik praat over de doorsnee Suriname. Hij pleit ook voor van achter zijn erf, 2-3 bomen, dan kan men daar gaan jagen. Dat is het gevaar van die CDGO, voorzitter. Want we weten, als iemand aan die vrouw komt, of iemand van die voorzitter, en die persoon loopt dagelijks daar langs, die CDGO is uit de wet geschrapt als het zijn strafbaar feit, dan kun je daar een CDGO plaatsen om een hert neer te halen, of een hei, voorzitter. Doe dan op die persoon van wie u last hebt, voorzitter. Vandaar dat wij pleiten om die CDGO niet uit het wetboek te schrappen, voorzitter. Het moet bij wet strafbaar worden gesteld. Maar die hoge bedrag, hij praat ook ervan, ja, dat kunnen ze betalen om onderwijs te stimuleren. Dus ze zoeken geld met die bedragen om andere sectoren te financieren, voorzitter. Onderwijs heeft dan geen geld. Hoe staat het met die boeken, het boekenproject, voorzitter? Miljoenen zijn daarmee gemoeid gegaan. Ik pleit ervoor om die tarieven betaalbaar te houden, anders gaat het illegaliteit stimuleren. Ik pleit ervoor nogmaals om die bedragen betaalbaar te houden en dat gaat de illegaliteit stimuleren, voorzitter. ABO-parlementariër Edward Belfort, de behandeling van het wetsontwerp Wijziging Vuurwapenwet wordt maandag voortgezet.